Hallo Arnold, heb je ooit de film Phone Booth gezien? Wat dacht je ervan om de hoofdrolspeler te worden? Je staat onder schot, mijn schot. En als je de telefoon ophangt, schiet ik je neer. Zoals dit. Relax Arnold, je hoeft alleen maar non-stop te telefoneren en je ellendige leven te leiden. Dat doe je normaal toch ook? Je kijkt films, je gaat naar je werk. Heb je eigenlijk wel een baan? Natuurlijk heb je die. Je werkt voor mij, Arnie. Je bent mijn teef. Je zou een oogje op de weg moeten houden. 1 op de 4 auto-ongevallen gebeurt door mobiele telefoongebruik. Of, om precies te zijn, 1,6 miljoen ongevallen per jaar wereldwijd. Dat is 6 keer meer dan rijden onder invloed. Arnie, het zou beter zijn als je drank op had. Luister je wel naar me? Arnold? Wat heb ik je gezegd over een ononderbroken gesprek? Blijf aan de lijn. Voel je hoe je telefoon warm wordt? Het gaat allemaal om het overbelasten van de lithiumbatterij. Lithium is een alkalimetaal dat dynamisch reageert met de omgeving. Je hebt je oplader waarschijnlijk op een zwarte markt gekocht waar ze goedkope namaak verkopen. Dit leidt tot schade aan de batterij en ontploffing. Maak je geen zorgen, Arnie. Ik geef je een nieuwe telefoon. Allemaal in de naam van de wetenschap. Ik zie dat je moe bent. Het is jammer, maar je mag niet slapen. Tijdens de eerste 2 dagen van slapeloosheid voel je een lichte trilling in je lichaam. En heb je moeite met je coördinatie. Op de 3e dag zal je voedingsbehoefte sterk toenemen, omdat je lichaam in de vetverbrandingsmodus gaat. Na 4 à 5 dagen begin je visuele en auditieve hallucinaties te ervaren. Je spraak wordt onverstaanbaar. Hoewel, echt, ik begrijp nu niet eens wat je zegt. En het aantal woorden dat je per dag spreekt neemt met 80% af. Je ziet er binnen een week uit als een zombie. Zwak, uitgeblust en niet in staat om zelfs maar de simpelste taak uit te voeren. Maar ik wil je niet bang maken. Tumoren, dat is waar we over praten. Denk je dat Arnold bedreigd wordt met tumorvorming door de continue elektromagnetische straling? Het spijt me dat ik je moet teleurstellen. Er is nog steeds geen betrouwbaar bewijs dat telefoonstraling tumoren veroorzaakt. Telefoonstraling is niet ioniserend en is niet in staat DNA in de hersencellen te beschadigen. Zelfs niet eens zo fragiel als Arnold. Als de telefoon nu meer vermogen had, laten we zeggen 1000 keer meer, zo'n telefoon zal een effect hebben dat vergelijkbaar is met dat van een magnetron. Wat vind je van Australië, Arnold? Niet bewegen! Het lijkt erop dat het een inland taipan is. Hey, sukkel! Dat is de giftigste landslang op aarde! Het gif van de taipan is 180 keer giftiger dan dat van een cobra. Een druppel ter grootte van een speldenknop kan 1000 ratten doden. En 44 milligram van dit gif, wat de slang injecteert in een enkele beet, kan meer dan 100 Arnolds doden. Vluchten heeft geen zin. De taipan sluipt niet weg naar de eerste beet zoals andere slangen. Maar gaat door met een serie bliksemsnelle, superprecieze aanvallen om het slachtoffer af te maken. Deze 13 mm lange giftanden hebben net een krachtige hemotoxine in je bloed gespoten. Dat voorkomt dat het stolt. Dit leidt tot inwendige bloedingen. Je verliest de controle over je lichaam. Je ledematen stoppen met reageren. Ademhalen wordt moeilijk. En stuiptrekkingen beginnen snel daarna. Oh, maak je geen zorgen, Arnold. Dat is geen bloed. Dat is urine. Je spiercellen beginnen letterlijk op te lossen en vertrekken via je nieren. Daardoor wordt je urine rood. Als je niet binnen 30 minuten een tegengif neemt, dan zul je de komende 8 uur, in wat er over is van je waardeloze leven, helse pijn ervaren die je zal doen smeken om eer te worden afgemaakt. Het eerste deel van de simulatie is voltooid. En nog 1 ademhaling. Goed gedaan. Je hebt precies 2,5 gram kwik ingeademd. Je kunt evenveel vinden in 2 kwikthermometers als je hun verdampte kwik inademt bij het inhaleren. Net zoals je nu deed. Of als je een kleine kamer vult met thermometers en ze grondig vertrapt. Heb je ongeveer 1 uur en 250.000 thermometers nodig om dezelfde dosis kwik in te ademen. En te sterven. Dit is ook kwik, sukkel. Als je een glas gewone kwik drinkt, is het ergste wat je kan overkomen het krijgen van maagklachten en diarree. Maar als het kwik fijn gefragmenteerd is, zul je sterven van de pijn. Bij inname vormen de kleine druppeltjes gevaarlijke oplosbare zouten. Je lichaamstemperatuur stijgt tot 40 graden Celsius. Je begint te rillen en je borst en maag beginnen te scheuren van de pijn. Vergeet ook niet om extreme speekselvorming, braken en diarree aan de mix toe te voegen. Als we je maag niet onmiddellijk leegpompen, sterf je na 10 tot 30 ondraaglijke, pijnlijke dagen.
Arnold, zeg hallo tegen iedereen. En ook tot ziens. Want ik zal nu je hart voor 1 nanoseconde laten stoppen. Rustig maar, leeghoofd. Dit is allemaal omwille van wetenschap. Het hart is een pomp die het bloed met een snelheid van ongeveer 25 mijl of 40 km per uur door het hele lichaam laat stromen. De weg die het bloed aflegt is meer dan 100.000 kilometer lang. En als al die vaten in 1 lijn gelegd zouden worden, zouden ze 2 keer rond de aardbol draaien. Drie, twee, één, stop. Arnold, heb je in je broek geplast? Het hart doet er 0,4 seconden over om samen te trekken en evenveel om te rusten. Als je alle pauzes in het leven van een doorsnee mens optelt, blijkt dat het hart meer dan 20 jaar in rust is. Daarom zal niemand een kleine pauze van slechts een enkele nanoseconde opmerken. Maar ik heb al bedacht hoe je dat kunt verhelpen. Kijk goed, het hart lijkt op een huis met 2 verdiepingen. Er zijn bovenin 2 kamers die de rechter- en linkerboezems heten. En beneden de hartkamers. In de normale stand wordt het bloed uit de boezem met zo'n druk in de hartkamer gestuwd dat het bloed hypothetisch meer dan 9 meter of bijna 30 voet naar buiten kan schieten. Dan duwt de hartkamer het bloed naar de longen of de aorta en het leven gaat verder zoals gewoonlijk. Maar als de hartkamer minstens 0,7 seconden stopt terwijl alle andere delen van het hart werken, dan, boem, verdubbelt de hoeveelheid bloed die er doorgaat. En het scheurt aan flarden. Niet deze keer, Arnold. We hebben je nodig, Arnold. Iedereen houdt van je, toch mensen? Ik maak een grapje. Niemand geeft er iets om. Het is echt een leuke plek. En verdacht bekend. Holy crapoli, het is Jason Voorhees. Jason is een 2 meter lange gek met een enorme drang naar geweld. Probeer weg te lopen of je te verstoppen is zinloos. Hij heeft een onverklaarbaar vermogen om plotseling te verschijnen. Achter zijn slachtoffer. Aanval is de beste verdediging. Zet een val voor hem. Na door de bliksem getroffen te zijn, is Jason supersterk geworden tegen schade. Maar hij heeft nog steeds geen kans tegen een zaag. Lieve hemel, je bent net een aap met een handgranaat. Ik kan je met niets vertrouwen. Wat een twist. Jason wilde je waarschijnlijk op geen enkele manier dood hebben. Behalve door hem. Waarom doe je zo blij? Voorhees komt altijd weer tot leven. Dus je moet snel met een plan B komen. Als hij niet vernietigd kan worden, dan moet je zijn bewegingsvrijheid beperken. Je zou beton over zijn benen kunnen gieten. Dan kan hij je niet meer volgen. Er is echter 1 probleem. Beton heeft enkele uren nodig om uit te harden. Je moet Jason gewoon in het zicht houden en zijn ledematen beschadigen. Elke keer als hij begint te genezen. Jullie zijn nu voor altijd samen. Mik op de knieën, Arnold. De schade zal ernstiger zijn en het herstel zal langer duren. Ik begrijp het niet. Wat gebeurt er? Arnold. Ik ben je vader. Ging Arnold op een intergalactische cruise. Toen hij op de 27e terugkwam, vond hij geen enkele man meer op aarde. Alles is misgegaan. Telefoons en magnetrons werken niet. Uber is vervangen door fietsen en paardenkarren. In plaats van lampen in huizen zijn er weer kaarsen aangestoken. Dat komt omdat alle gebieden waar voorheen vooral mannen werkten, nu zijn stilgevallen. Arnold, waarom ren je weg? Elke dag produceert je lichaam tot 70 miljoen zaadcellen. Je zou fysiek tot 8 vrouwen per dag kunnen bevruchten. Maar omdat velen je zelfs niet aan willen raken, werd besloten om je zaad kunstmatig in eicellen te plaatsen. En zo is het aantal zwangere vrouwen gestegen tot 15 miljoen. Nu ben je niet alleen populairder dan alle Kardashian-zusjes bij elkaar. Je bent een zaak van nationaal belang geworden. Vrouwen behagen je en onderzoeken je zorgvuldig. Maar er is een keerzijde aan dit alles. Je bent een gevangene en je hebt niet het recht om het land te verlaten of je aan je verplichtingen te onttrekken. Jouw zaad is meer waard dan welk edelmetaal ook ter wereld. En zal weldra een derde wereldoorlog ontketenen. Het zal allemaal eindigen in... Nee, over 14 jaar. Als de jongens de puberteit bereiken en het eerste zaad verschijnt.
papa. Zit je in bad? Stel je voor dat de golf je niet in de badkamer pakt, maar in de zee. De Zwarte Zee is in feite ook een grote badkuip. Zo groot als 1,5 miljoen kubieke kilometer. Het zou ongeveer 243 miljoen jaar duren om hem te vullen. De plotselinge beweging van tektonische platen veroorzaken golven. De zeebodem komt enkele meters omhoog en creëert zo de dodelijke tsunami-golven. We bevinden ons nu in Portugal. De hoogste golven ter wereld worden hier gevormd. Het is net een cheetah, maar dan in de wereld van de golven. Want zijn snelheid heeft al 100 kilometer per uur bereikt. Een Hawaïaanse surfer ving hier een golf van 24 meter. Hiervoor kwam hij in het Guinness Book of Records. Heb je ooit gehoord van een killer wave? Dit zijn enkelvoudige golven van 25 tot 30 meter hoog die niet te zien zijn. Zelfs niet vanaf een schip. Ze kunnen plotseling en onmerkbaar verschijnen. Daarom is er heel weinig tijd om de bemanning van een schip te redden. Killer waves kunnen een schip doen zinken in slechts één klap. Zelfs Conor McGregor zou jaloers zijn op zo'n knockout. De grootste golf ooit gemeten werd in 1958 gevormd in de Lituya Bay in Alaska. De golf bereikte een hoogte van 30 meter en bedekte de bergen naast de baai. Als gevolg daarvan werd alle vegetatie tot een hoogte van 520 meter boven de zeespiegel vernietigd. En dit is de hoogte van 5,5 vrijheidsbeeld. Op een kust zal de natuur zelf de nadering van een tsunami laten doorschemeren. Dieren voelen de ramp aankomen en beginnen ergens heen te vluchten of gedragen zich vreemd. Vogels vormen zwermen en vliegen weg. Als je aan land bent, stap dan in een auto, op een fiets, vlucht. Vraag King Kong om u een lift te geven. Er wordt geadviseerd om tot een hoogte van 36 meter boven de zeespiegel te komen. Arnold, je kunt beter naar de bovenste verdieping van het Empire State Building gaan. De wolkenkrabber is 102 verdiepingen of 280 meter hoog. De lift gaat met een snelheid van 210 meter per minuut omhoog. Dus je hebt zeker tijd. Oh, nou, dat is ook mogelijk. Schreeuw niet onder water, anders zul je stikken. Hou jezelf bij bewustzijn met alle middelen. Arnold! Arnold! Arnold, verstop je! Dat zijn de buren van beneden. Je verdrinkt ze. Nou, dat was het dan. Ik moet gaan. En jij zoekt alles zelf maar uit. Hey, waar heb je die auto vandaan? Arnold! Je hebt bijna die vogel vermoord. Nu moet je een taxi bellen voor deze dame. Gelukkig was het een mus en geen adelaar. Ik denk dat je telefoon net alle taxis in de hele Verenigde Staten naar één plek heeft gestuurd. In de VS staan ongeveer 230.000 mensen geregistreerd als taxichauffeur, waarvan meer dan de helft Uberchauffeur is. Al deze auto's op een rij zullen een file creëren met een lengte van 800 kilometer. Een derde van de staat New York zal verlamd zijn. Het zal moeilijk worden om op straat te ademen door de uitstoot die tot het dubbele van normaal stijgt. En daardoor zul je gaan hoesten. Je zult misselijk worden en misschien zelfs een beroerte krijgen. Vestig je hoop niet op een ambulance, want die zal je niet redden. Of de andere 3000 patiënten die elke dag een ambulance bellen. Je kunt het erop wagen om met de metro naar het ziekenhuis te gaan. Maar de 6 miljoen mensen die normaal met de auto gaan, zitten al in de metro. Dus vandaag zijn er ongeveer 11 miljoen kwade, boze, late mensen daar beneden. Hey, hij is degene die alle files heeft veroorzaakt. Criminelen hebben al de helft van de winkels in de stad beroofd, omdat de politie niet kan reageren op de meeste misdaden. Arnold, ik denk dat je beter helemaal het land uit kunt gaan. Er is een plaats voor je op zowat elk vliegtuig dat New York verlaat. Mensen kunnen niet naar het vliegveld en vliegtuigen die half leeg vliegen. En van deze maatschappij verliezen meer dan $10.000 per vlucht. Ben je verbaasd dat je de enige passagier aan boord bent? Deze Boeing 767 behoort tot de gevaarlijkste luchtvaartmaatschappij ter wereld, Scam Air. Vlak na de oprichting van de maatschappij in 2003 ging een van haar vliegtuigen van de baan tijdens de landing. De passagiers liepen veel verwonding op, maar gelukkig overleefden ze het allemaal. Toen, na enige tijd, verdween een van haar vliegtuigen van de radar een half uur voor de landing.
Na 2 dagen zoeken werd het gevonden, neergestort in een berg. En van de 104 mensen aan boord overleefden alleen microben. Regel nummer 1 in een vliegtuig, altijd de riemen vastmaken. De luchtdichtheid verandert voortdurend. Stel je voor, het is zomer. Je vliegt over een veld met een warme bries die naar het vliegtuig waait. Dan houdt het veld plotseling op en vlieg je over een koud meer. De warme wind stopt plotseling met het beïnvloeden van het vliegtuig en je zegt... Wee! Turbulentie zal het vliegtuig gewoon doen schudden en kan het 3 meter naar beneden laten vallen. En dit alles gebeurt met een snelheid van 800 km per uur. En als je niet vastgemaakt bent tijdens een plotselinge 2G-belasting, je bent een verliezer. Elke botsing met je stoel of het vliegtuig zal je ribben breken. Je armen verdraaien, je schedel breken en dan... Holy shit! Koolzuurgas dat uit de motor vliegt trekt bliksem sterker aan dan alles op het land. Maar het meest interessante is dat grote vliegtuigen vaak zelf bliksem creëren. Vanuit de staart gaat een elektrische ontlading van 100.000 amperes de wolken in. En vanuit de neus de grond in. De bliksem kan de voorruit breken en alle elektronica aan boord onklaar maken. Hou je vast, Arnold! Landen is erger dan de stoppels op de kont van je tante. Oh mijn god, Arnold! Het lijkt erop dat je haar nog een laatste keer zal zien op je begrafenis. En dit is mijn favoriete vis. Ik noem hem Toby. Vandaag zal ik hun gedachten verwisselen. Iedereen klaar? Toby, daar gaan we. Laten we eens kijken hoe het ging. Arnold, als jij het bent, 3 keer gorgelen. Zwaai nu met je vin. Oké, draai rond. Doe een salto achterwaarts. Ja, nu kan ik zien dat jij het zeker bent. Toby, stoute jongen. Stout. Zet het aquarium terug. Woeps. Arnold, hou je adem in. Je zult sterven als je de maagsappen inademt. We hebben 7 seconden om al het zuur uit de maag te pompen, terwijl je door de slokdarm gaat. Had je net een blackout? Net als een echte piranha. Als ze in een school zwemmen, kunnen ze makkelijk een hele koe opensnijden in 10 minuten. Maar op het moment dat de piranha alleen is, valt hij flauw bij het minste geritsel. Vissen hebben veel vers water nodig. Daarom gieten we er alle 4 liter van de maag mee vol. Hier. Neem een snack. Toby's favoriete lekkernij. Maar wees voorzichtig met de tanden. Een piranha bijt sterker dan elk ander schepsel op aarde. Zelfs dinosaurussen. Het laatste wat je nu zou willen is een gat in je maag. Eigenlijk heb ik een plan. Toby, open je mond en probeer Arnold eruit te duwen. Arnold, jij gaat zwemmen naar de uitgang. Kom op jongens, doe het samen. Arnold, je lijkt de ingang met de uitgang te hebben verward. Zet je Google Maps uit en begin te kruipen. Toby, probeer om hem eruit te duwen. Je zult daar niet droog uitkomen. Waar heb ik mijn 5 liter klismazak gelaten? Oh, hier is het. Dat is beter. Nu hoef je alleen nog maar 4 meter te zwemmen. Jeetje, de dingen die je in je mond hebt gestopt. Ik heb sinds de jaren 90 geen Tamagotchi meer gezien. Het water is bijna op. Peddel naar het licht. Dus waar breng je de levering heen? Naar de Marianatrog. Het moeten 5e klassers zijn die je voor de gek houden. Kom op, kom terug. Je bent een koppige. Oké, klim naar binnen. Deze enorme doorzichtige pijp bereidt de bodem van de Marianatrog. Je zult 36.070 voet naar beneden moeten. Het klinkt alsof het ongelooflijk diep is, maar als je de hele planeet bekijkt, is de Marianatrog niet eens een kuil in de weg. In een afgesloten hoge snelheidslift zou de reis naar de bodem slechts 11 minuten duren. Wat ben jij een onwetende! Nu moet je handmatig naar beneden. Omdat de pijp gevuld is met lucht, zal de druk op de bodem slechts 2 keer hoger zijn dan normaal. Maar als hij gevuld wordt met water, zal de druk 1072 keer hoger zijn. Kijk maar wat kou, druk en zuurstofgebrek met de plaatselijke bewoners hebben gedaan. Zo moesten Xenoviophora om te overleven immuniteit ontwikkelen tegen uranium, kwik, lood en andere gevaarlijke stoffen die elk ander schepsel op aarde zouden vernietigen. Als je naar zulke eencellige organismen kijkt, krijg je een idee van hoe het leven op de maan, Jupiter of Europa eruit zou kunnen zien.
Arnold, weet je wat je echt te wachten staat op de bodem? Eenzaamheid. Er is geen enkele levende ziel, behalve misschien een verdwaalde garnaal. Het is moeilijk te geloven, maar meer mensen hebben de maan bezocht dan de bodem van de Marianatrog. Arnold, kijk! Er is echt iemand daarbuiten. Ik vraag me af hoe hij je gaat betalen. Met schelpen? De reis zal tenminste 24 uur duren. Of je kunt gewoon de deur openen. Recht voor je staat de nieuwe generatie van de DeLorean. Ik heb deze Tesla geüpgrade, zodat je niet alleen naar een andere stad kunt reizen, maar ook naar een ander jaar. 1986 bijvoorbeeld. Het is gelukt! We zijn bij de Chernobyl kerncentrale. Slechts een paar minuten voor de ramp. Arnold, breng de camera. Je gaat de explosie ermee filmen en ik zal de video op YouTube zetten. Ik zeg, minstens 20 miljoen views zijn gegarandeerd. Is de batterij al leeg? Laat hem op. Het is een Europees stopcontact, sukkel. Je hebt een adapter nodig. Of misschien toch niet. Dus het komt allemaal door jou? Het maakt niet uit. Je moet weg hier. Snel. Er is een powerbank in het dashboardkastje. Plug hem in de auto. Verdomme, het duurt minstens 60 seconden om op te laden. Haal het beschermende pak. Als je alleen al naar het gebied kijkt, zou je nooit weten dat je in een stralingszone bent. Maar in feite is de straling hier kosmisch. Dat is niet helemaal wat ik verwachtte. Misschien heb je van tassen geruild met iemand? Met straling boven de 500 röntgens vallen je haar en nagels meteen uit. Je huid wordt rood en al die ziektes die je hebt worden erger. Maar jij hebt geluk. Je zult niet veel pijn voelen, want je raakt in een coma in 3, 2... Oh, je bent er al uit. Dat komt omdat de straling hier 20.000 röntgens per uur is. En deze technologie kan die aanval niet aan. De batterijen moeten genoeg zijn om tot 2021 te geraken. Ga! Wat een reis bleek dat te zijn. Ik denk dat je misschien een bezoekje aan de oncoloog nodig hebt. Arnold, weet je wel hoe idioot je er nu uitziet? Ik vraag me af wie je beschermpak heeft meegenomen. Dus, je besloot om een goede daad te doen? Dit alles alleen voor donuts? Oh, jij sukkel. Nou, geen zorgen. Vandaag heb je een kans om een echte goede daad te doen. De hele planeet is besmet met het diarreevirus uit China. Maar ik heb jouw bloed het enige bestaande vaccin gemaakt. Er zijn 7 miljard mensen op de wereld. En iedereen is op jacht naar jou. 195 landen hebben jouw foto op alle mogelijke media geplaatst. Je staat in alle politiedatabases en niet alleen de politie van de wereld, maar de beste speciale eenheden zitten achter je aan. MI6, Britse inlichtingendienst, die al 100 jaar aan één stuk doorwerkt. ISI, Pakistans interdepartementale inlichtingendienst met de grootste residentie ter wereld. 10.000 agenten, de CIA. Kijk uit, Arnie, ze martelen mensen. De Canadese inlichtingendienst met een zoekbudget van meer dan 507 miljoen. Denk je echt dat je je voor hen allemaal kunt verbergen? Je staat op elke smartphone in de social media. Je bent populairder geworden dan Greta Thunberg. Ik weet zeker dat ze nu jaloers op je is. Immers, je kunt echt helpen de mensheid te redden. Geef ze gewoon je bloed. Helemaal tot de laatste druppel. Elite speciale troepen uit alle landen zijn al onderweg naar jou. US Navy SEALs, Franse Nationale Gendarmerie, Chinese Snow Leopards. Maar natuurlijk, zelfs een willekeurige student zou je kunnen pakken. Big Brother houdt je in de gaten. Alleen al in New York City zijn er zo'n 20.000 bewakingscamera's.
Ze nemen foto's, vergelijken de afstand tussen de belangrijkste kenmerken op het gezicht, neus, ogen, mond. De gegevens worden omgezet in de numerieke code van een persoon, een gezichtsafdruk en geverifieerd met de database. Bovendien kan iedereen op het darknet beeldbanken kopen van videocamera's van cafés, ziekenhuizen, winkelcentra, zelfs in de buurt van het hoofdkwartier van de FBI. Dat betekent dat ze kunnen achterhalen waar je slechts 5 minuten geleden was. Vang dit! Deze bril met ingebouwde infraroodleds zal je helpen je gezicht te verbergen voor de camera's. Voor hen zal je gezicht eruit zien als een oplichtende blinde vlek. Wacht even, je bent de batterij vergeten. Dit is niet genoeg. Je hebt een vermomming nodig. Het was een slecht idee om zoveel donuts te eten. Ze veroorzaakten een buitensporige ophoping van gassen. Laat de winden los! Je ziet er goed uit, maar speurhonden zullen je vinden door de geur van bitterinezuur. Het geurige bestanddeel van je zweet. Het helpt niet dat slechts 1 gram zweet genoeg is voor de hond om je te ruiken op het dak van dat 10 verdiepingen hoge gebouw. Of op een diepte van 5 meter onder beton. In de Verenigde Staten alleen al zijn er bijna 7 miljoen drones. Stop met zwaaien en neem dit speciale wapen tegen drones. Dit wapen vuurt een brede stroom elektromagnetische straling af, dus je hoeft niet te richten. Het is genoeg voor de interferentiestroom om de drone te bedekken. En dan zal het contact met zijn basis en de controle verliezen. Wat heb je gedaan? Verdwaal in de menigte, bottenbrein! Tja, je moet zoenen. Sorry, maar het lijkt erop dat jouw vakantie zal moeten worden uitgesteld. Elon Musk's ruimteschip is gecrashed. Weer een mislukking na de rampzalige lancering van de Cybertruck. Hij wil echt Mars koloniseren. Elon Musk is erin geslaagd om mensen uit te drogen en ze in capsules te verpakken. Kijk, het werkt als instant noodles. Gewoon water toevoegen. Aan boord waren 67,5 miljard capsules. Dus nu zullen er 10 keer zoveel dombo's op aarde zijn. Maar dit is niet jouw probleem. Hoewel, eigenlijk is het nu waarschijnlijk ook jouw probleem. Met zoveel mensen kunnen ze niet allemaal van vervoer voorzien worden. Het is sneller om te lopen. Elke persoon op de planeet produceert ongeveer 0,75 kilo afval per dag. Dus meer dan 200 miljoen ton afval per jaar. Dit is genoeg om ongeveer 99 Grand Canyons te vullen. Overal worden energiecentrales gebouwd. Want 75 miljard mensen verbruiken ongeveer 125 miljard kilowatt per dag. Deze hoeveelheid elektriciteit is genoeg om 8 miljoen iPhones op te laden. Maar dit betekent ook dat er enorme hoeveelheden CO2 in de atmosfeer worden uitgestoten. Je hoeft geen genie te zijn om te beseffen hoe ernstig dit het klimaat zal beïnvloeden. Vrije ruimte is schaars, dus hier zijn jouw nieuwe huisgenoten. Alleen mannen. Voortplanting is strikt verboden bij de wet op straffen van de dood. Deze wereld heeft zeker geen kleine Arnold deugnieten nodig die rondrennen. Hoewel, je had toch al pech met vrouwen. Trouwens, heb je honger? Wil je iets eten? Al het voedsel is nu synthetisch en gerecycled. Je hebt net een gerecyclede toiletpapierburger geproefd. Ik heb het speciaal voor jou gekookt, als parels voor de zwijnen. Hoe dan ook, je moet nog steeds de nacht doorbrengen in deze hoek. Door de toename van CO2 zijn alle gletsjers gesmolten en is 35% van het land overstroomd. Gezien de landbouwbehoeften van de mensen voor voedsel, is er minder dan 1% over voor de huisvesting. Nu kunnen alleen rijke mensen met hun benen uitgestrekt slapen. Verdomme Arnold, ik benijd zo'n kleintje als jij. Ga lekker een filmpje zitten kijken op internet op Slowfix. Oeps, om binnen te komen moet je een nummer nemen en in de rij gaan staan. Jij bent de 1250ste. Door overbevolking is de snelheid van het internet met 99,5% gedaald. Kijk uit waar je heen gaat! 20 verdiepingen tellende begraafplaatsen zijn alleen voor miljonairs. De rest van de bevolking wordt begraven op een vrij stuk land. Pak je koffers! Elon Musk bouwde een ark van oceaanpuin en zei dat hij je zou verhuizen naar het onderwater Las Vegas. Steden worden nu 9000 meter onder water gebouwd, zoals Everest, maar dan naar beneden in plaats van omhoog.
Je kan eindelijk rusten, Arnie. Tenminste, in je hallucinaties.